Dr. Nefarious, Keizer Tachyon en Chairman Drake. Het zijn slechts enkele namen in de lange lijst van schurken uit de Ratchet & Clank franchise, mijn favoriete game franchise. Vandaag rangschikken wij alle main villains van de slechtste naar de beste. Veel heeft te maken met hoe ze in het spel voorkomen, hoe de boss fight is en wat hun effect in de serie is over het algemeen. Ter ere van hun 20-jarig bestaan, hier de top 13 van de main villains van de Ratchet & Clank franchise. Op de laatste plaats Stuart Sorgho. Dit zwakke excuus voor een schurk vergeten we meteen. Ik aanvaard Q-Force niet als canon en Stuart Sorgho als schurk dus zeker niet. Sorgho was een optioneel zijpersonage uit Going Commando die als gestoorde quark van optreedt. Nu is hij echter kwaad en wil wraak. Niet alleen is het plot verschrikkelijk slecht gekozen, zijn aandeel als vijand in Q-Force is ook vrij zwak. Hij is niet intimiderend, nog entertainend. Zijn bossfight is saai en zijn gehele plannetje houdt geen steek. Weg met dit stom ventje, snel. Op 12 hebben we Dr. Nefarious uit de remake. Goh, ik weet niet goed of ik deze Nefarious apart moet rangschikken of niet, maar best wel, anders wordt de originele Dr. Nefarious zwaar naar onder gehaald. In de remake is Dr. Nefarious een alien die werkte voor de Galactic Rangers, maar nu een vijand is geworden en voor Sherman Drake werkt. Totdat hij Drake bedriegt en de uiteindelijke main villain blijkt te zijn. Dit is absurd, want Nefarious had helemaal geen band met de Galactic Rangers in de originele tijdlijn. Bovendien had ik Nefarious nooit als alien willen zien. Daar is altijd slechts naar gehind. Niemand wou dat effectief zien. Dit is dus ook niet kennen bij mij. En we vergeten het snel. Op 11 Otto Destruct, de keizer van de Technomites. Amper te zien in het spel waar hij voorkomt. In Size Matters is hij slechts eenmaal te zien in een videoboodschap alvorens Ratchet & Clank meteen aan het eindgevecht beginnen op Quadrona. Oké, zijn complete plan om Ratchet-klonen los te laten op het heelal om dit te veroveren is nog wel inventief bedacht. Maar de reden waarom is dan weer belachelijk. Hij wil erkenning voor het werk dat de Technomites hebben gedaan. Ja man, gaat niet gebeuren hè. Zo werkt de wereld niet. Het feit dat hij als vader van Quark wil optreden is ook nogal stom. Had Otto iets meer in het spel voorgekomen, had hij beter kunnen zijn. Maar uiteindelijk is hij slechts een miserabele schurk. Op 10, Klunk. De gemene dubbelganger van Clank, door Nefarious ontworpen. Klunk stierf in Up Your Arsenal, toch keerde hij terug als meesterbrein in Secret Agent Clank. Als bondachtig avontuur kan dat wel tellen, een dubbelganger als grote schurk, dus ik kan de keuze enigszins wel begrijpen. Maar ja, dat heeft eigenlijk, als we het verhaal volgen, weinig logica, hè. Met de baard ziet Klunk er nog wel iets enger uit natuurlijk, maar ik kan er niet zoveel positief van zeggen omdat hij net als Otto Destruct amper voorkomt in het spel waarin hij de schurk is. Op 9 de Loki Master. Een onzichtbare vijand is meestal geen al te sterke vijand en de Loki Master uit All for One past in dat rijtje. Dit vreemde wezen van Toranux is een soort geest die lichamen kan overnemen en daarmee jaren in het lijf van een klein katje Mr. Dinkles leefde. Zo kon hij de uitvindingen van de Tarpot stelen en enorme monsters naar Magnus brengen om op termijn werelddominatie te verkrijgen. Het hele idee van deze geest die wezens bezit is niet zo sterk en het lijkt ook in het spel dat Nivo Binkelmeier eigenlijk de hoofdvijand is. Loki Master krijgt een paar punten extra wel omdat het eindgevecht wel cool is wanneer hij de Grivelnox van Raiken 5 overneemt. Maar voor de rest, heel gemakkelijk te vergeten in een spel dat niet al te sterk is. Captain Quark in deze lijst zetten voelt nog altijd een beetje raar aan omdat hij eigenlijk altijd een soort van anti-held is geweest. In het originele spel en Tools of Destruction had hij er geen problemen mee voor Drake of Tachyon te werken als hij daar zelf beter van werd. En in Going Commando was hij effectief de main villain omdat hij een genieus plan had bedacht om de Bogen Galaxy met een protopet plaag te bestoken en deze dan te redden.
Quark is sinds Up Your Arsenal wel eerder een held, zij het zeer egoïstisch en dom. Al bij al is Quark zelf in zijn hoogdagen als volledige schurk een incompetente idioot. Dus hoger dan dit kan hij niet komen. Op 7 hebben we Mr. I. Into the Nexus had naar mijn mening veel beter Vendra Prock als hoofdschurk gehad, zoals ze aanvankelijk in het spel ook opbouwde. Vendra had de eerste vrouwelijke main villain kunnen zijn, want nu blijven we zitten met een entertainende sidekick als Courtney Gears als enige vrouwelijke schurk in de franchise. Maar Mr. I, de leider van de Nethers, bedroog Vendra dus om zijn zin te krijgen en een invasie te starten van Meridian City. Het hele idee van Mr. I is wel oké, maar al bij al is het gewoon een groot intelligent monster. Visueel vooral interessant, maar hier hadden ze echt harder kunnen gaan. Uiteindelijk heeft Vendra nog steeds Kronk en Zephyr vermoord en komt ze hier eigenlijk vrij makkelijk mee weg, aangezien Mr. I de grotere bedreiging leek te zijn. Het gevecht met Mr. I is wel geslaagd, dus dat heeft hij voor op andere schurken. De piratenkapitein Romulus Slyke is niet de beste main villain in de serie. Hij is een stereotype piraat die schatten en geld wil, en het is dus vrij cliché in dat opzicht. In Tools of Destruction werkt hij wel als leuke side villain, maar in Quest for Booty brengt Insomnia Games hem naar de voorgrond wanneer hij samen met Rusty Pete en Darkwater Murdergraw wil veroveren. Beetje low stakes in dat opzicht, maar hij is op zich wel grappig en memorabel genoeg. Mr. I en Loki Master hadden het grotere idee, maar Slyke heeft meer charisma als personage. In de top 5 zijn we aangekomen bij de echte rotzakken. Gleeman Vox wil geen werelddominatie en lijkt dus niet thuis te horen in de top 5, maar schijnbedriegt. Vox doet alles voor kijkcijfers en geld en is zo maniacaal in dat opzicht dat hij helden vangt en ze laat vechten tot de dood in Dreadzone, zijn arena-complex over verschillende planeten. Vox is in veel opzichten een iets minder geslaagde versie van Drek, maar anderzijds is hij net zo gemeen en zijn ultieme poging om van Ratchet af te geraken door een zelfmoordgevecht met hem aan te gaan, terwijl hij het stadion wil opblazen, is toch wel het ultieme bewijs dat hij over lijken gaat, zelfs zichzelf. Veel enger en gevaarlijker dan de bekende Dr. Nefarious is zijn tegenhanger van Rivet's dementie, Keizer Nefarious. Keizer Nefarious is groter, minder humoristisch en over het algemeen veel competenter dan de dokter. Zijn intrede in Rift Apart is echt alsof ze de rode loper uitgooien. Na het opbouwen van zijn personage krijgt hij een enorme intrede en hij laat zijn bedreiging geen moment vallen gedurende de rest van het spel. Zijn eindgevecht is memorabel met het enorme pak en Keizer Nefarious verdiende zijn uiteindelijke lot zeker wel. De originele businessman die over lijken gaat is Sherman Drake. Drake heeft zijn eigen thuisplaneet Orkson vervuild en is nu van plan om een nieuwe thuisplaneet te maken uit de stukken van andere planeten. Dat hij miljoenen wezens de dood injaagt interesseert hem niks. En met geld en macht denkt hij alles voor elkaar te krijgen. En eerlijk gezegd, Captain Quark zat helemaal in zijn zak en niemand kon iets tegen hem beginnen totdat Ratchet en Clank een duo werden om hem te stoppen. Hij sterft ook met zijn eigen Frankenstein-planeet, wat het allemaal nog poëtischer maakt. Ik spreek uiteraard van de originele versie, die van de remake kan terug naar de kleuterklas gaan waar hij vandaan kwam. Hoe hoger naar de top, hoe gemener ze worden. Keizer Percival Tachyon is de Crackmite Prins die een hele genocide op poten zet om alle Lombaxen uit te roeien die er maar bestaan, als wraak voor hun strijd tegen zijn volk de Crackmites. Tachyon is soms een kleine etter en dat maakt dat ik hem net niet zo serieus wil nemen als bijvoorbeeld Drake of Fox. Maar de daden die hij doet getuigen echt wel wat voor een monster hij is. Hij is ook een van de moeilijkste vijanden om te verslaan in de franchise, dus dat telt ook mee. En zijn hele idee om dimensies te verscheuren om maar te krijgen wat hij wil, het was op zijn minst uniek toen hij ermee begon, want Keizer Nefarious en Mr. I hebben het enkel van hem afgekeken.
Maar de ultieme main villain van de Ratchet & Clank franchise is toch nog altijd Dr. Nefarious. Zijn debuut in Up Your Arsenal toonde deze lachwekkende, maar toch wel zeer memorabele superschurk een eerste keer. En zijn debuut was zo populair dat hij in A Cracking Time terugkeerde, om opnieuw alles op stelte te zetten. Nefarious' plan om iedereen in robots te veranderen is een stapje lager dan iedereen vermoorden, kan je zeggen. Maar het heeft toch zeker zijn doel niet gemist als superplan. Na A Cracking Time, waarin hij de tijd wil terugspoelen om te winnen, is hij even misbruikt in All for One en de remake. Maar in Rift Apart keerde hij terug. Ditmaal niet als main villain, omdat het inderdaad afgezaagd was, maar wel als helper van de keizer. Totdat hij ontdekte dat hij toch liever zijn eigen baas is en de keizer loost. Samen met zijn constante glitchfreezes en Butler Lawrence maakt dit Nefarious met reden de fanfavoriet. Ik hoop wel dat ze hem nu tijdelijk ter ruste leggen, zodat andere schurken ook eens in de spotlights kunnen staan en de dokter gevaarlijk blijft als vijand. Goed dan, bedankt voor het kijken beste mensen. Ik zie jullie graag terug in nog andere Ratchet & Clank video's. Wie weet wat er nog allemaal te ranken is voor hun 20-jarig bestaan. Dag!